dit is hem. Dit is de auto die onze wereld gaat redden. Wij denken van wel. Transportation accounts for roughly 30% of our worldwide CO2 emission in the atmosphere. At the same time, the number of fossil fuel-powered cars is set to double by 2040. How do we turn this around? Electric cars can be a solution, but currently that electricity still needs to be generated, in part by fossil fuels. However, there might be a truly carbon-free solution on the horizon. I'm in the Netherlands and I'm going to meet Tessie Hartjes, who works at Lightyear, a startup that focuses on developing the world's first solar-powered car. This is Extinction Update, an ecological face slap. Last year, lazy humans bought 80 million cars, an army of idiots celebrating the death machine. Luckily, not everyone is fixated on dying. A group of people in the Netherlands have invented the first solar-powered car. It is a glimpse of a sensible future, and at the very least, it will be exciting to see how governments ban it. There it is! Hoi, Jalisa! Hi, Tessie! Welkom, welkom. Dit is Lightyear One en dat is een zonneauto. De eerste ter wereld eigenlijk en dit is ook het eerste prototype wat wij gebouwd hebben. Alles wat zwart is, is zonnecellen. Hij kan zichzelf met zijn zonne-energie opladen, maar het is een gewone elektrische auto. Maar doordat we hem heel efficiënt hebben gemaakt, heeft hij 700 tot 800 kilometer range op een kleine batterij. Eigenlijk is het idee dat je zo min mogelijk vaak nog met een stekker moet bijladen. Nou, ja. Nederland. Moet dat iets vaker dan als je in Spanje woont. Dus het hangt echt af van de zon? Die... Ja, dus eigenlijk hoe meer zon je krijgt. Dus als je in San Francisco woont, dan kan het best zijn dat je nog maar een paar keer per jaar hoeft op te laden. Hoeveel is deze auto eigenlijk waard? Dit als eerste prototype moet je wel aan een miljoen plus denken. Wow. Het is best wel spannend. Hè? Ik denk dat ik kan me inbeelden dat je nu niet graag tegen een paaltje rijdt. Nee, er hebben heel veel collega's van mij heel veel uren heel hard aangewerkt. Ja. Dus als ik nu iets doe wat allemaal krasjes veroorzaakt of zo, dan denk ik dat ik ruzie krijg met iemand. Oef. De grote commentaar die er altijd is op elektrische auto's is dat de accu erg vervuilend zou zijn. Is dat ook iets waar jullie aan gedacht hebben? Nou, het zou mooi zijn als je helemaal geen accu meer nodig hebt, maar het is wel eens donker en in Nederland heb je wel eens donkere dagen achter elkaar. Dus wij willen gewoon met een zo klein mogelijke accu, wat dus ook zo min mogelijk vervuilend is, zoveel mogelijk range bieden. Dus je ziet dat als je onze auto gaat rijden, dat je na 20.000 tot 40.000 kilometer eigenlijk al CO2 gaat besparen. Mm-hmm. Lightyear solar car still needs electricity from the grid to keep going, especially in less sunny climates. But it will still drastically reduce the carbon footprint. If you drive it for 12 years for at least 15,000 kilometers per year, CO2 emission goes down by 53%. Dit is eigenlijk onze soort van productiefaciliteit. Op dit moment is het meer, we noemen het een lab. Een ander bedrijf gaat eigenlijk productie doen. Ja. En wat we hier gaan doen is de zonnedaken. We gaan eigenlijk komend jaar al andere voertuigen volleggen met onze technologie. Maar als we op die manier al kunnen zorgen dat veel meer mensen rechtstreeks kunnen laden op de zon, kunnen we met z'n allen nog sneller die transitie naar duurzaam vervoer maken. If other transportation industries start using solar technology, we could see solar planes, trains and boats in the near future. That would really start to create a dent in CO2 emissions. Wanneer hoop je eigenlijk dat deze auto op de markt komt? Vanaf 2023 ongeveer zouden we die auto's kunnen gaan leveren. Maar ja, dat is nog 3 jaar. Dus we hebben gezegd, we gaan daarvoor alvast auto's leveren. Die zijn dan wel meer met de hand gemaakt. En dat wordt dan een heel exclusieve badge. Die zijn ook wat duurder dan. Rond de 120.000 euro exclusief btw. En dan 2 jaar later ongeveer gaan we dan beginnen met die auto van 50.000 euro. Ja. Oké, dus 50.000 euro, maar dat is alsnog niet echt per se betaalbaar voor mensen die niet zoveel geld hebben. Dus is daar eigenlijk ook een plan voor? 50.000 euro is voor ons nu het tweede model. Maar als wij een derde of een vierde model hebben, dan verwacht ik dat die wel echt voor iedereen toegankelijk kan zijn.
The CO2 problem is a daunting task we have to face as humanity, because even though we actually buy less cars every year, we still bought 80 million cars last year. This is not your fault, but we need you to help unf*** the planet, to stop governments and big businesses acting like psychopaths, to consume less and teach more. So, if we survive, we'll see you on the right side of history.